We telen dus het voer voor onze koeien zoveel mogelijk zelf. Dit zijn sojaplanten. We vinden het een mooi gewas wat sojaboontjes oplevert en wat dus ook groeit. Maar deze sojaboontjes van onze eigen planten zijn niet genetisch gemodificeerd. En wij denken dat het echt toekomst zit in niet genetisch gemodificeerd voedsel. En de koeien vreten dat graag en die blijven prachtig op productie met dit spul. De gesloten kringloop is voor ons erg belangrijk. Sowieso op een melkveebedrijf. Teel je eigen voer, gebruik de mest van je koeien op je eigen land, zodat alles netjes in de kringloop verloopt. En uiteindelijk als wij dan de melk van onze eigen koeien ook nog verwerken tot onze eigen kaas. En in de winkel verkopen als kaas en de consumenten uit het dorp en uit het omliggende gebied in onze winkel krijgen. Ja, een kortere kringloop kun je niet hebben. Onze winkel die is een aantal dagen in de week open en wanneer wij gelukkig veel klanten ontvangen, dan wil de klant ook altijd heel graag met de kinderen de stal in. En dan mogen ze ook, ze mogen gewoon vrij rondlopen bij ons in de stal. En dan kunnen ze altijd bij de koeien en de kalfjes zien ze ook wat een witrik is, want wij hebben een erkend witrik fokbedrijf. Ze moeten bij ons gewoon melk geven zoals alle andere koeien. Maar in die zin zorgen wij er wel voor ook dat het kleurslag niet met uitsterven bedreigd meer is. Verder wil ik toch wel benadrukken dat mensen ook bij ons komen voor de beleving en voor een goed advies wat ze bij ons ook gewoon krijgen. Ik bedoel, ik maak die kaas, dus ik kan er alles van vertellen wat ze ervan willen weten. We proberen heel veel innovatie toe te passen zodat we nieuwe kazen ontwikkelen zoals paprika's, biesboskaas, producten hier uit de buurt die we dan combineren met onze kaas en dan maak je dan een waardevol streekproduct van. Waarvoor de klanten graag naar onze winkel willen komen. En dat telkens nieuwe dingen verzinnen, telkens nieuwe dingen toevoegen, dat is gewoon schitterend op zo'n bedrijf.